Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video gaan we door middel van deze Fimo-klei wat leuke vaasjes decoreren. Deze Fimo-klei heb ik besteld bij Amazon voor €8,45. Het was toen wel in de aanbieding. In totaal zitten deze 12 verschillende kleuren erin, allemaal pastel en die leken perfect. Maar voordat we eraan beginnen gaan we eerst de vaasjes preppen. Ik heb deze vaasjes allemaal gewoon gepakt uit mijn eigen voorraad. En ik heb expres voor deze gekozen zodat ik deze gemakkelijk kan recyclen. Ik pak hier gewoon witte primerspray. En dan doe ik ze eerst helemaal wit verven voordat we hier iets aan gaan doen. Ik heb expres gekozen voor een keramieke, een metalen en een glazen vaasje. Om uit te vogelen welke combinatie het beste werkt voor jullie. En ik ga het maar alvast vertellen. Het is allemaal een beetje gefild. Maar voordat we dat gaan vertellen, gaan we gewoon even verder met de DIY zelf. Zoals je ziet is het niet helemaal mooi geworden met de primer. Er zijn definitely wat spots opgekomen en wat druipers. Behalve die van in het glas, die is wel helemaal mooi, perfect mat geworden. Maar ja, laten we beginnen met het decoreren. Mijn idee was het volgende, diverse soorten kleien bijpakken en daarmee diverse figuurtjes eigenlijk maken op de vaasjes. Maar zoals ik al zei, ik wil ook gewoon even uitproberen voor jullie wat überhaupt werkt met deze Fimo-klei. Ja, tuurlijk, er zit een gebruiksaanwijzing bij, maar er zit niet dat soort gebruiksaanwijzing bij van waar het allemaal op toepasbaar is. Dus allereerst doe ik het hier uittesten op het glazen vaasje en al snel kom ik erachter dat dit niet helemaal werkt, dat hier absoluut geen hechting bij zit en dat dit dus gewoon één grote fail is. Hartstikke jammer, want ik denk juist dat dit vaasje heel erg mooi had kunnen worden door middel van de vorm dat hij had, alhoewel deze bloemetjes hier heel erg lijken op de bloemetjes van SpongeBob. Maakt niet uit, het idee was in ieder geval bloemetjes, jongens. Ik probeer ook expres nog een andere methode om te kijken of dat beter hecht. Maar dat werkt allemaal niet, dus we gaan expres door naar de volgende optie. En dat is het keramieke vaasje. Hier gaat het gelijk al iets beter. Ik heb deze losse schijfjes allemaal aflopen snijden van de Fimo-klei. En die doe ik eigenlijk platdrukken op het vaasje zelf om op deze manier losse bloemetjes te creëren. Ik doe expres afwisselen door de diverse kleuren toe te passen. En ook expres van boven naar beneden te werken en ook wat bloemetjes die wat afgesneden worden als het ware in plaats van hele bloemetjes om deze zo vol mogelijk te maken. Ik moet zeggen, deze werkte eigenlijk het perfecte qua hechting en ik vond deze uiteindelijk ook echt wel het leukste uitgekomen. Het is wel iets waar je even mee bezig bent. Fimo-klei moet je namelijk eerst opwarmen door goed te kneden in je handen voordat deze gemakkelijk meewerkt en niet gaat scheuren. Maar uiteindelijk hechtte deze wel het beste aan de vaas zelf. Alle bloemetjes zitten erop en daarmee is deze klaar. Het volgende vaasje wou ik iets anders gaan doen. Ik dacht, ik doe expres een soort blobs slash diverse figuurtjes erop. Ook deze is heel gemakkelijk toe te passen. Ik doe deze gewoon aandrukken op de vaas en deze hecht ook gewoon heel goed aan het vaasje zelf. Ik doe expres een patroon van onder naar boven in de hoek. Ik wil hem niet helemaal vullend, want ik wil het ook weer niet te druk hebben, maar gewoon dat er een pop of color toegevoegd is. Nadat ik eenmaal tevreden was met het ontwerp zelf, kunnen we door naar het volgende stap. Want wat wel moet gebeuren met Fimo-klei is namelijk dat deze afgebakken moet worden in de oven. Dus dat gaan we nu als volgende doen. Ik gebruik hier gewoon exact de gebruiksaanwijzing die erbij in zat. In dit geval is het 110 graden voor 11 minuten. En dan gaan we wachten. En nou ga ik jullie de eindresultaten zien. Op zich zijn ze wel leuk geworden. Alleen ik laat eerst even de fail zien. En dat is namelijk dat door de warmte in de oven alle blobs met klei omlaag zijn gaan vallen. Heel erg jammer. Ik denk als je gewoon een effe vaasje had gebruikt, dit niet was gebeurd. So keep it in mind. Dat was het nu weer voor deze video. Hoop voor de video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet dan vooral niet een duimpje omhoog te geven. En wil je video's vaker zien en vooral abonneren op mijn kanaal. Hoop tot de volgende keer weer. Doei!